Zaterdag gaat Sina de ecologische tour op met een wekelijkse toffe tip voor een fraaie tuin zonder gif. In een ecologische tuin gebruiken we geen chemische bestrijdingsmiddelen. Zelfs niet om verhardingen proper te houden. Want zonder is nog altijd gezonder. Wij proberen verhardingen zoveel mogelijk te beperken. En wij zorgen ervoor dat ze doorlaatbaar zijn. Dat is ook zo met deze betonklinkers. Zeker als de voegen open zijn. Om deze verhardingen te onderhouden gebruiken we een stalen borstel. Je hebt verschillende modellen. Een gewone zoals deze of zoals deze speciaal om de voegen uit te krabben. Maar gewoon met een stijve borstel regelmatig afvegen verhindert al dat mos kan groeien. Weer een idee om te tuinieren zonder. Je moet het maar durven.